Listen up, you man. Ja, de smoeg gaat weer beginnen. Het bootje gaat weer het water in. Nou, goed vooruitzicht. Dan moet alleen het meer nog even leuker mee gaan doen. Ja. En over dat weer wat mee moet gaan doen. We hebben hem erin gelegd. We zijn even een rondje wezen varen. Kijk maar, want dan ligt hij weer. Nou ja, gelijk begint het te regenen. Dus het wordt niet barbecue. Je ziet, ik moet hem nog wel even schoonmaken. Het is maandag. We zijn weer op de academie. Nieuw project van Louis. Iets met steampunk. Ga je nog wel zien verder. Beginnetje staat er. Ja, en dan het nieuwe seizoen met flipfloppen en dat soort dingen. Nou, voor Anneke moest ik even een leuke slipper maken. Nou, daar zijn we mee begonnen. Je ziet hier een klein beetje de voortgang ervan. Spuit hier met een 0,4 nozzle zet. Niet te ver vanaf, ook niet te veel blijven toevoegen. Want ja, voor je het weet heb je zo'n rare rand van het schabloon in het werk. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, gaat er wel heel erg leuk uitzien, maar gewoon even rustig opbouwen. Kijk, en hier zie je al meer gebeuren. Nou, zoals je ziet, we gaan schoonmaken. Het weer zit niet helemaal mee. Het spet het af en toe, het regelt een beetje. En dan is het weer droog, het is te koud, het is niet lekker. Maar ik moet kijken hoe dit eruit ziet. Maakt wel 100 jaar uit die boot. Dus hij moet wel even schoongemaakt worden. En wat dat dan doet, nou, hier zie je wat schoon is. En daar zie je hoe het vies is. Juk. Hallo kijkers, het is weer woensdag, woensdagochtend. We zijn onderweg, het regent buiten. Dus even toe van die ruitenwisser heen en weer gaan. We gaan er weer een mooie dag van maken, gaan we weer een leuke dag maken. Ik denk dat het een beetje mee zit dat we aan de slippers en dergelijke, dat soort dingen nog even verder gaan. Ik heb nog een pakketje uit te pakken, ook leuk. Ja, weer lekkere verfjes en dat soort dingen besteld. En een paar mooie schablonen voor het van de klanten. Ja, gewoon leuk. En we gaan even kijken wat we ervan kunnen maken. Nou, en je ziet het al, we gebruiken natuurlijk ontzettend veel wicket. Ik heb nu de Flashstone en de Yellow Ochre. Die liggen natuurlijk heel erg dicht bij elkaar. Maar het zijn toch even die kleurtjes die je vaak net eventjes gebruikt om een off-yellow of wat dan ook gewoon even net even een ander effectje te krijgen. Ik moet zeggen, de Flashstone is ook wel erg prettig om inderdaad gewoon huidskleur en zo te maken. Maar dat ga je natuurlijk vanzelf wel uitproberen. Dan daarbij de Wicked Red Oxide. Red Oxide is voor mij altijd de kleur waarmee ik zoveel kan doen. Daar kan je mee toveren. Je kan er Real Flames mee maken. Je kan er eigenlijk van alles mee bedenken wat je maar kan bedenken. Het is wel een topkleur, dat Red Oxide. En het is natuurlijk de mooiste kleur als je je roesteffecten allemaal op wil bouwen. Nou, dat alles verdunnen we natuurlijk gewoon met de 4011. Die 4011 is golden, hè? Het is gewoon goud. Oh nee, dat was een ander product. Maar het is gewoon wel goud. Het is super. Nou, en als je dan toch lekker aan de gang wil. Dit is voor mij de mooiste schablonen set die er is. Ja, je zult zeggen, wat moet je ermee? Nou, dit is een freehand setje. Dat is The Essential 7. En ja, daar kun je eigenlijk bijna alles wel mee doen. En wat moet je dan? Ja, je moet een klein beetje, je moet zelf even een trainingje moeten volgen om iets met freehand schablonen te doen. Want dat helpt je gewoon. En kun je natuurlijk wel airbrushen, is dat helemaal niet nodig. Maar dit zijn wel de vormen waar het om gaat. Ja, hier kan je dus heel veel mee. En ik raad ook iedereen aan om eens gewoon even verder te kijken, zodat je neus lang is. En eens kijken, misschien moet je wel zo'n setje voor je verjaardag of wat dan ook vragen.
Ik vind hem in ieder geval erg lekker. Ik heb in ieder geval weer leuke productjes. Stop ik even in de winkel, in de webshop. Je kan gewoon het natuurlijk overal vandaan halen. Je moet zelf even kijken wat je doet. Wij zelf hebben een kleine webshop, we hebben een kleine winkel. We doen diverse dingen, vooral voor cursisten, mensen die bij ons trainingen doen, oud-cursisten. En natuurlijk ook nieuwe klanten, dat is helemaal geen probleem. Maar je bent van harte welkom. Eens kijken bij Store for Art. We verkopen daar meer dan alleen airbrush producten. Het gaat echt over diverse kunstenaarsproducten. Ja, die je gewoon nodig hebt als kunstenaar. Waaronder doeken, et cetera en zo. Nou, gewoon eens even kijken, is leuk. Er zit ook af en toe een filmpje op, de bedenk. Dat is ook altijd. Ja, maar dat doen we gewoon, hè? Dat is leuk. Kijk, hier komen toch weer heerlijke bloemen in, man. Ja. Zalig. Mooi, man. Ik vind het heel gaaf hoor. Nou, ik ben, even kijken, was het maandag of dinsdag? Maandag, even bij Sjoerd en Luc